Deze film is opgenomen tijdens de KISS fotoshoot. Dus achter mij zie je nog een model in de wastafel liggen. Maar we waren een beetje beperkt in de tijd en we dachten, nou, dat kan vast allemaal tegelijk. Het lange haarknippen. Wat ik wil maken is aan de voorzijde een mooie gelaagdheid van een kortere laag die doorloopt in een langere laag. Maar ook aan de achterzijde wil ik echt wel wat beweging in het haar aanbrengen. Ik begin met een middenscheiding bovenop het hoofd en dan vervolgens van het hoogste punt van het hoofd maak ik een rechte lijn achter het oor. Dit doe ik aan beide zijden. De achterkant zet ik dan vast zodat ik aan de voorzijde kan beginnen met knippen. De lagen aan de voorzijde wil ik heel zacht in haar gezicht weg laten lopen en dan is het mooiste om dan je mes, je verder mes te gebruiken. Ik heb het haar dus goed geconditioneerd, ik heb het gewassen met de Keramag shampoo van KISS, ik heb de Keraglide Detangler gebruikt, maar als extra heb ik nog een klein beetje Kerashield Leave-In erin gedaan, want wat ik niet wil is dat mijn mes gaat schrapen. Het haar moet echt goed geconditioneerd en goed vochtig zijn. Gebruik dan ook altijd een nieuw mesje. Nou, ik ben eerst het haar goed aan het afdelen. Ik zet de achterkant vast, want ik wil eerst aan de voorzijde alles concentreren. Hier zie je de scheiding. Hoogste punt van het hoofd, rechte lijn achter het oor en aan de andere zijde hetzelfde. Ik ga deze kniptechniek aan de voorzijde van de klant doen. Dus wanneer ik deze techniek in de salon doe, dan draai ik de stoel van mijn klant. Ik ga niet tussen de spiegel en mijn klant instaan, want mijn klant krijgt namelijk ook al het haar in het gezicht. Ik heb al met haar besproken waar de kortste laag komt. Nou, we hebben wel gekozen voor mooie lange lagen, want dat is later ook mooi voor de kleurtechniek die we er nog in gaan zetten. En dit filmpje staat ook op mijn YouTube kanaal met de kleurtechniek die we hier later in gaan zetten. Nou, ik pins het haar bij elkaar. Ik ben begonnen met een klein driehoekje. Ik doe mijn kam weg en dan met een zachte beweging met mijn mes een kleine hoek in het haar, dan ongeveer op 2 centimeter snij ik het haar af. Dan krijg ik een hele mooie zachte punt. Een grotere driehoek pak ik daarachter. Ook nu pins ik het haar bij elkaar, dus ik ga naar mijn beginlijn en ik werk met een vaste gidslijn. Dus alle lagen daarna die worden langer. Ik sluit hem aan op mijn eerste gidslijn en vanuit daar ga ik werken met verticale scheidingen tot aan mijn scheiding bij het hoofd. Ik pak dus een verticale scheiding aan beide kanten. Die kam ik diagonaal voorwaarts en dan maak ik de aansluiting met de eerste gidslijn die ik erin heb gezet. Dus eerst aan beide kanten je scheiding trekken, je verticale scheiding, diagonaal voorwaarts wegkammen. Werken met die vaste gidslijn, dus elke laag wordt langer en langer. En wanneer je deze kniptechniek gebruikt bij je klant in de salon, dan zal zij schrikken, want zij zien vooral kortere lengtes die naar voren komen. Maar wanneer je het haar naar achteren kamt, glooit hij heel mooi weg in die langere lagen. De zijpartij is belangrijk dat je je vingers mee laat glijden. Dus ik zet mijn mes erin, zodat ik de andere kant zie niet beter. En dan laat ik het haar tussen mijn vingers door wegglijden, waardoor ik langere lengtes creëer. Kijk, hier kunnen jullie dat goed zien. Ik maak de verbinding met mijn kortste lengte. Het haar laat ik wegglijden in mijn vingers en met een zachte beweging maak ik mijn gelaagdheid met mijn mes erin. De laatste passé komt er nu bij. Dus tot mijn afdeling kam ik ook weer diagonaal voorwaarts. Ik werk met mijn vaste gidslijn. Dus alle lagen erachter die worden langer en langer. De bovenste lagen op het hoofd deel je dan altijd af van half de wenkbrauw van de ene wenkbrauw tot half de andere wenkbrauw. Dat gedeelte dat pin je dan weer vast. Dan zoek je weer je vaste gidslijn op en maak je de aansluiting. Dus hier zie je mij ook het gedeelte vastpakken. Het is dus het gedeelte half de wenkbrauw. Trek het bij elkaar en maak gewoon de aansluiting die je al gemaakt hebt. Ik snij daar boven mijn vingers, daar waar de spanning is. Zijkant doe ik hetzelfde. Ook nu laat ik het haar weer zacht tussen mijn vingers wegglijden om extra lengte naar onderen te creëren. Want anders zou ik te kort eindigen en dit is echt voor lang haar bedoeld, deze kniptechniek. Natuurlijk kan je hem ook wel in wat kortere lengtes kan je hem, toepassen, maar dan nog zal je naar de zijkant het haar tussen je vingers weg moeten laten glijden. Wanneer ik dan de voorzijde heb gedaan, dan kan ik het al naar achteren kammen. En wat ik dan gecreëerd heb, is een kortere laag aan de voorzijde die langer toe naar achteren wegloopt. Ik zou ervoor kunnen kiezen om deze kniptechniek ook op het achterhoofd toe te passen, om alles naar voren te projecteren en gewoon op die vaste gidslijn aan te sluiten.
Maar dan moet je er rekening mee houden dat je aan de achterzijde weinig gelaagdheid in het haar creëert. Dat wil ik dus nu wel. Ik wil ook aan de achterzijde van het hoofd wil ik wel iets meer beweging erin maken. Dus wat ik dan doe, het voorste gedeelte, dat laat ik dan hangen. Dat zie je mij ook wegkammen. En dan ga ik naar het achterste gedeelte. Ik neem in het midden mijn passé op en ik wil de aansluiting maken met de langste laag die ik aan de voorzijde geknipt heb. Dus ik kam het haar diagonaal omhoog in een hoek van 45 graden. En dan zie je nu mij hier de laag pakken die ik toen straks naar voren heb geprojecteerd. Want daarmee maak ik wel de aansluiting dat er geen disconnectie in zit. Die projecteer ik dan omhoog en met een inkniptechniek maak ik hier de aansluiting. Je zou er ook voor kunnen kiezen om het gedeelte daar te snijden. Maar in die langere lengtes is het misschien voor jou ook makkelijker om het dan op deze manier in te knippen. Projecteer het naar die diagonale lijn en maak de aansluiting met de voorzijde. Op het achterhoofd werk ik met een vaste gidslijn. Dus midden op het hoofd, op het achterhoofd, komt mijn kortste laag, maar naar buiten toe worden mijn lagen langer. Het grote voordeel daarvan is dat ze meer haar overhoudt bij haar schouderpartij wanneer ze de haar naar voren draagt, dat er zoveel mogelijk haar overblijft. Je kan er ook voor kiezen om met de ronding van het hoofd mee te werken, maar dan wordt je gelaagdheid aan de zijkant korter en dan wil ik in deze coupe wil ik dat niet hebben. Dus ik werk met een vaste gidslijn en projecteer dus alles naar die hoek van die 45 graden. Het makkelijkste is ook, wanneer je werkt met die vaste gidslijn, dat de gehele passé in je handen blijft. Dus je bent begonnen op het achterhoofd, in het midden en elke passé daarnaast projecteer je daarnaartoe. Maar om goed overzicht op je werk te houden, hou je dus al het haar in je handen. Dus elke passé die je erbij neemt, krijg je meer en meer haar in je handen krijg je erbij. Ook de nekpartij naar boven projecteren, naar die hoek van 45 graden. Puur alleen om meer gelaagdheid op het achterhoofd te creëren. Wanneer je het in het begin nogal moeilijk vindt met al dat lange haar en dat je niet weet waar je ermee naartoe moet, kan je ook na elke passé het haar vastzetten met klemmen, dat je goed overzichtelijk blijft werken. Want het is namelijk belangrijk dat je alles blijft aansluiten op die vaste gidslijn. Dus het haar wat je niet gebruikt, zou je er dan ook vast kunnen zetten, inklemmen, dat je op die manier je overzicht in je werk behoudt. Ik zelf vind het altijd prettig om de spanning op mijn passés te houden, dat ik goed mijn gidslijn kan zien. Maar met het hele lange haar merk je wel dat je iets meer boven je macht aan het werk bent. Wat je ook zou kunnen doen, is het haar projecteren naar je gidslijn en dan vervolgens beide armen te laten zakken en dan de aansluiting maken. Maar ja, dat is voor iedereen wat hij zelf fijn vindt. Kijk, ergonomisch is het beter om je armen inderdaad te laten zakken. Maar voor mij persoonlijk vind ik het fijner om de spanning op de passé te behouden. Wanneer je dan heel het achterhoofd hebt gedaan, dan hoef je alleen nog maar even de twee passés van de zijkant en de achterkant met elkaar te verbinden. Want ik wil wel dat er overal een connectie in deze coupe zit. Nou, wat helaas niet gefilmd is, maar wat jullie denk ik wel voor jullie wel vanzelfsprekend is, wanneer ik helemaal klaar was met mijn coupe heb ik het naar beneden geprojecteerd en heb ik alleen nog maar de uiterste puntjes heb ik eraf gehaald. En dan heb je hier de mooie langhaarcoupe te pakken.